De heemkundevereniging om Heining bestaat 40 jaar. Dat wordt gevierd in de Maalderijen in Heino met een open huis en een tentoonstelling. Hoe staat de vereniging ervoor na 40 jaar? De vereniging staat er heel goed voor. We zijn 40 jaar geleden inderdaad begonnen met aanvankelijk al veel leden. Heel veel inwoners van Heino die geïnteresseerd waren. We zijn gekomen tot 1100 leden en we zijn weer iets teruggelopen, maar we hebben nu 800 leden. We hebben ruim 70 vrijwilligers. Nou, dat is van alles wat mensen die het bestuur doen en mensen die de contactbladrechten brengen. Ja, iedereen is wel iets aan het doen voor ons. Er zal ook wel sprake zijn van een zekere vergrijzing, neem ik aan. Ja, die merken we natuurlijk wel, zoals alle verenigingen. Dus ja, daar moet je toch wat extra inzet op doen om ook weer jongere mensen naar je toe te trekken. Hoe oud is het jongste lid? Het jongste wat nog actief is? Het jongste nog actieve lid zit rond de 50 jaar. En de oudste die zit al dik in de 90. Je mag wel van geluk spreken dat je hier in een heel mooie onderkomen zit. Die Maalderijen. Ja, dat is natuurlijk een uniek pand voor Heino. Er is heel wat heeft zich hier afgespeeld. Van de landbouwcoöperatie tot de VVV die hier een tijd in heeft gezeten. En sinds 1996 mag Om Heining in dit pand zitten. En onze benedenburen het theaterpodium ook niet te vergeten. Ik sta hier bij een van de oudste en misschien wel meest actieve leden van de vereniging, Jenny Pruim. Ja, u hebt heel veel voor de vereniging betekend. En u doet het ook erg graag, hè? Ja, ja, daar kan meer in tegen zitten als je iets graag doet. Ja. Maar in ieder geval, ik ben er van de oprichting erbij. En dat kwam vanwege wat later de voorzitter was, meester Van de Veen en van Wim Grotenhuis. Ja. Die kwamen toen op een gegeven moment bij je. We gaan een vereniging opzetten en wil je ook meedoen. Ja. En toen was ik nog werkzaam op het gemeentearchief in Zwolle. Oh. Ja. Zie je, en ik heb altijd gewerkt, later weer van het gemeentearchief naar het HCO, wat een historisch centrum Overijssel is. En daar ben ik nu ook een paar jaar weg. Toen ben ik gestopt. Ja, toen ik 80 werd. Dus ook een hele leeftijd. Ja. Ja. Maar we voelen nog niet 80. Waar had u de meeste interesse in? De meeste interesse had ik eigenlijk in de mensen hoe ze vroeger leefden en hoe ze overleefden. Want het was altijd niet makkelijk. Wij hebben nou alle mogelijkheden van mechanisatie en voorwerpen waar we mee konden werken. Maar dat hadden die mensen in de tijd niet. En uw betrokkenheid bij het dorp Heino? Dat is gekomen dat mijn man is. Ik was getrouwd en ik kwam met Heren, mijn man werkte toen in IJsselmuiden op het gemeentehuis. En zodoende ben ik in IJsselmuiden terecht geraakt. Maar toen ging hij solliciteren naar de gemeente Heino in 1975. Ja, ja, toen moest ik wel mee. Ja. Ja, en toen ben ik in Heino gekomen. Ja. En toen zo langzamerhand dan woon je in een dorp en je weet er niks van. En toen dan Van de Veen en Wim Grotenhuis kwamen weer bij je. Oprichting zijn in 1980 bij een historische vereniging. Het is dus een heemkundige vereniging geworden. Ja. Maar toen heb ik dadelijk ja gezegd. We hebben 5 boeken uitgegeven. En onder andere het 6e boek, dat was het plakjesalbum Beleef Heino. Dat was heel Heino plakte, dat was geweldig. En waar we nu mee bezig zijn, dat is nog een boek over de middenstand van Heino. En we hebben een project. En dat is een archeologisch project. En dat is hier in de gemeenteraad, onder Heino, aan de Molenweg. En dat is een oud kasteel van de Bredehorst, heet dat. En dat, daar zijn we heel erg, daar is heel veel documentatie van, heel veel informatie. Maar eigenlijk weten we nog niet precies waar dat ligt. En wel ongeveer. En als je over de Molenweg fietst en je ziet daar een bloem in de weiland staan, een kunstwerk, dan is dat ongeveer de plek waar het kasteel zou kunnen liggen. Ja, we zijn intussen afgedaald naar de kelder. Daar hebben we een heleboel oude gebruiksvoorwerpen. Hoe zijn jullie daar allemaal aan gekomen? Nou, het meeste wordt gewoon ingebracht. Ja, en dan wordt het gesorteerd. Hè? En dan een beetje op de goede plek gezet. Dat een beetje bij elkaar staat ook. En dan wordt het allemaal genoteerd en genummerd. Ja. Dat alles op volgorde een beetje in de boeken staat. Ik zag daar ook nog de oude schoenmakerij. Ja, ja, dat is in totaal
een boedel van Offenberg, van de schoenmaker. Die heeft hele inventaris zo in één keer hier naartoe. Ja. Ja. En komt er nog wel geregeld nieuwe dingen binnen? Nou, het zijn vaak kleine dingen. Grote dingen kunnen eigenlijk helemaal niet, niet plaatsen hier. Er is ook geen ruimte voor. En als het dubbel is, dan doen we het eigenlijk ook niet meer. Nee, nee. Dus, en wat vind je nou het mooiste? Nou, ja. Voorwerp. Ja, dit is dan vrij uniek eigenlijk, wat je hier dan hebt staan. Maar dat is gewoon erg handig gemaakt door iemand. Die gewoon op schaal gemaakt? Ja. En wat is het precies? Een stoommachine. Stoommachine, ja. Zie je, en iemand die heeft ook een dorst. Dorstmolen. Ja. Dus die man die was heel, heel handig. Zo was het vroeger, jongens. Ja, dit is een uniek wandkleed gemaakt door dames uit Heino. Dat is al gebeurd voordat omheining bestond. En het kleed is uiteindelijk opgehangen in de raadzaal van het gemeentehuis, het toenmalige gemeentehuis van Heino. Ja, op een gegeven moment toen de gemeente Heino werd opgeheven, toen is het kleed eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Totdat het terugkwam op een lijst van goederen die weer ter beschikking kwamen van Heino. En toen heeft de Vereniging voor Heemkunde zich gemeld en sindsdien hebben wij het kleed hier in bezit. Vinden we het leuk om het ook tentoon te stellen. Ja, het is een statenbijbel. Hoe ben je eraan gekomen trouwens? Ja, er is een mevrouw die hier destijds uit Heino kwam. En die heeft die bijbel uiteindelijk in haar bezit gekregen. En op een gegeven moment was er eigenlijk geen directe interesse meer voor. En toen is die aangeboden aan onze vereniging. Uh-huh. Hij was in niet al te beste staat. De omslag was nogal verpieterd. Hebben we laten restaureren. En het is eigenlijk de eerste keer dat we de bijbel tentoonstellen. We proberen toch zo goed mogelijk al het materiaal wat we hebben beter doorzoekbaar en voor de mensen ter beschikking te krijgen. En dan is het handig dat alles wel gedigitaliseerd is. Bovendien, er staat heel veel op papier natuurlijk en na een verloop van tijd wordt dat minder goed. Wat zijn uw gedachten over de toekomst van deze heemkundevereniging? Nou, wat mij betreft ben ik er wel van overtuigd dat we over 10 jaar ons 50-jarig jubileum gaan vieren. Dat is zeker. En we proberen toch nog wat nieuwe activiteiten te bedenken. Vooral om ook jongere generaties aan ons te binden. Maar ook oudere activiteiten die al tijden niet meer zijn geweest. Om die weer opnieuw nieuw leven in te blazen. Denk onder andere aan de streektaal. We staan hier bij een foyer en dat is in de Hof van Rakhorst. En je zou zeggen, wat heeft dat te maken met heemkunde? Die volière die is door de gemeente aan ons overgedragen, ja. Als het ware. Wij zorgen ervoor met een commissie van een man of 4, 5, onderhouden het, voeren de vogels. En we hopen dat het een lang leven beschoren is. En wat voor vogels zitten erin? Er zitten duiven in, er zitten Mexicaanse roodmussen in, er zitten roelroels in, er zitten agapornieden in, fisheries, en er zitten valkpakieten in. Dus een mengeling van kromsnavels en gewone zangvogels, kleur en fleur. En dat is ook wat, zoals de vereniging vroeger heette, hier zo, zang en fleur. En die stamt eigenlijk al uit de jaren 1952. Toen is er ook de eerste volière opgericht en die stond op een andere plek weliswaar. Maar goed, toen er een nieuwbouw is gekomen hier naast de Hof van Rakhorst, is deze volière hier gebouwd. Ook in de Hof van Rakhorst bevindt zich de kruidentuin. De mooie naam Allegaatje. Ja, dat klopt. Allegaatje is een kruidentuin. En het is een tuin die eigenlijk openbaar is. Mensen uit het hele dorp kunnen hier kruiden weghalen. Eigenlijk een modern idee, hè? Je hoort het nu vaker, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, het is gewoon ecologisch, zeg het maar, hoe je het noemt. Maar in ieder geval, dat is ook een onderdeel van de heemkundevereniging Omheining. En daar is een grote groep dames ontzettend druk mee. En die onderhouden dit dan gedurende het jaar. En er wordt echt wel gebruik van gemaakt? Jazeker, er zijn verschillende mensen uit het dorp die regelmatig langskomen. Mm. Af en toe is het ook wel eens een hangplek. En dat hebben we liever niet. Maar goed, zo komt dat dan. En zo af en toe dan is er ook, en met name is dat met de pomdagen, hebben de dames een stekjesmarkt. En die wordt veelvuldig bezocht. Mm-hmm. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Thank you.